Jongens, hoezo heeft Italië gewonnen? Dit is echt niet normaal. Zoals jullie weten is zaterdag het Songfestival geweest. Deze video komt op de woensdag online. Maar ik neem dit op de zaterdag op. Hé, dat ruimt. Hé, leuk. Maar ja, het is echt heel... Normaal edit ik nooit zo lang aan video. Maar ik ben ook... Oh, mijn camera valt om. Maar ik ben ook bezig met andere video's om ook te maken. Challenge ga ik ook nog... ben ik nu ook aan het editen. Ja, het is echt geen chaos. En natuurlijk ook mijn tweede kanaal. Gamevideo's ook natuurlijk nog. En ja, dus ja, ik kan wel zeggen dat ik het best wel druk heb na. Misschien vinden sommige mensen het niet, maar ik vind het zelf best wel. In ieder geval, Italië heeft gewonnen. Dit is echt heel sneu. Italië heeft dus gewonnen. Terwijl zij niet eens een mooi nummer hadden, hebben zij dus wel gewonnen. Zwitserland vond ik daarentegen wel mooi. En Nederland? Ja, je gaat niet per se verwachten dat zo'n broccoli nummer echt gaat winnen. Ja, ik vind het echt... Ja. Volgens mij wilde Nederland dit jaar gewoon niet winnen. Ik vind het echt sneu, jongens. En Italië wint alweer. Ik vind het echt... Ja, ik vind het niet leuk. Dit is sneu. Ja, Italië had gewoon echt... Ik vond het het lelijkste nummer van iedereen. Of ik vond... van het hele Songfestival. Maar alsnog wint. Ja, het Songfestival is sowieso altijd wel een beetje niet echt verwacht. Maar ik vind het echt heel, heel erg sneu. Ik heb het nu al 1000 keer gezegd. Maar ja, ik vind het echt heel jammer dat Italië heeft gewonnen. Kijk, Zwitserland had daar wel echt een mooi nummer hoor. Ik vond het wel echt... ja, eigenlijk moest die gewoon op nummer 1 staan. Frankrijk stond op nummer 2. Dat vond ik eigenlijk ook wel de... ik vond dat niet per se een slecht nummer. Maar ook niet per se een mooi nummer. Maar ik vond een beetje... Ja, het is natuurlijk mijn mening allemaal. Want ja, misschien vind jij Italië bijvoorbeeld heel mooi. Ja, ik heb daar niks tegen. Maar ik vind dat niet per se een heel mooi nummer. Maar ja, het is mijn eigen mening. En ja... In ieder geval, ik vond eerlijk gezegd, vond ik Finland ook wel weer ook wel mooi. Maar ja, ik vind het wel echt jammer hoor. Ik vind het echt jammer. Ik ga nog even kijken. Want volgens mij staat hij nog op trending. Dat is de nummer. Hij staat niet meer eens op trending. Ik bedoel in trending. Kijk jongens, dit. Dit bedoel ik. Kijk. Hier is niks moois aan. Hier is echt niks moois aan. In ieder geval. Ja, ik vind het dus niet een mooi nummer. Laten we even daar heel eerlijk op zijn. Ik vind het niet een mooi nummer in ieder geval. Ja, ik vind het niet mooi. Jongens, laat even in de reacties weten of jullie dit ook een terechte winnaar vinden. Ik in ieder geval niet. Het is mijn mening natuurlijk. Maar ik vind het zelf niet echt per se een geweldig nummer. Maar ja. Ik vind het dus niet geweldig. Maar in ieder geval, dit was eigenlijk mijn video. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. Morgen komt het trouwens, wanneer jullie het zien, op woensdag. Dus morgen, dat is donderdag voor jullie. Dan komt die challenge dus aan. Of ik alle poppetjes van Super Surfers kan unlocken binnen 24 uur. Ik ga niks zeggen of het gelukt is. Want ja, ik weet het zelf natuurlijk wel. Het was in ieder geval echt chaos daar. Het was in ieder geval echt chaos. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk vond ik een hartstikke leuke video. Abonneer hieronder als je het niet hebt gedaan. Want wie weet kunnen wij dit jaar gewoon nog de 100 abonnees aantikken. Nog 39 abonnees te gaan. Dus ja, deel even deze video met iedereen. En ja, bedankt voor het kijken, mensen. En tot de volgende video. Later.